In een recente podcast genaamd The Juice Show bespreken Yvonne Koldewijer en Mark Koster de blunders van Weekblad Story met betrekking tot een primeur rondom Matthijs van Nieuwkerk. Het blijkt dat Story een half jaar geleden al foto's had van Matthijs met zijn oud-visagiste Jelleke van Rijsoord, maar ze herkende haar destijds niet. Hierdoor miste ze de primeur, die nu door Angela de Jong naar buiten is gebracht. Yvonne en Mark zijn verbaasd over de onkunde van Story. Yvonne merkt op dat ze de visagiste niet herkende en daardoor de primeur misliepen. Mark noemt het ongelooflijk slecht van Story dat ze deze belangrijke informatie niet opmerkte, vooral omdat Jelleke al eerder in het openbaar had gesproken en haar naam bekend was. De teleurstelling en ontevredenheid over Story nemen toe in de podcast. Yvonne uit haar ongenoegen over het blad en noemt het zo slecht. Ze wijst op het feit dat Story nieuws probeert te creëren door Marco met zijn Porsche te fotograferen op de oprit van Leo. Mark voegt eraan toe dat Yvonne eigenlijk de dubbelchecker van Story is, omdat het blad haar nieuws vaak herkauwt en verkeerde conclusies trekt. Het gebrek aan professionaliteit van Story wordt verder benadrukt. Yvonne noemt het amateuristisch en slecht, terwijl Mark het nog erger vindt dat het blad oud nieuws herhaalt en de verkeerde conclusies trekt. De bladen van Story hebben hun geloofwaardigheid verloren in de ogen van Yvonne en Mark. In de podcast wordt ook besproken hoe Story Leontine Ruiters verkeerd heeft geïnterpreteerd. Hoewel ze inmiddels weer samen is met miljonair John Huiberts, suggereerde Story op basis van oude foto's dat ze weer bij Marco was. Yvonne benadrukt dat dit oud nieuws is en dat Story niet goed bijhoudt wat er speelt. Ze vindt het helemaal niets en verkiest Evert Zantegoets boven Guido den Aantrekker van Story als het gaat om betrouwbare informatie.